spelen. Dus niet de eerste, de beste die hij gaat trouwen, maar dan zeker die Ojekwi niet. En nu dus Cedric Taymans links in beeld, maar zijn tegenstander is de Olympische kampioen. De Olympische kampioen Nomura, Tadahiro Nomura. Taymans meteen in moeilijkheden en gegooid voor een Wasari. Wasari, ja. Taymans op achterstand. Maar die Nomura is wel ongelooflijk sterk. Die domineert een beetje de categorie voor de laatste twee jaar. Ligt zeer sterk. Wat wel opvalt bij Cedric gedurende heel deze dag is zijn veel agressievere manier van kampen, waarbij hij vroeger toch veel te braaf was. Dat heeft hij toch vandaag veel beter gedaan. Zelfs perfect. Draait al lang mee in de ploeg en de uitslagen lieten wat op zich wachten. Maar hij is nog maar 22. Dat mag men niet vergeten natuurlijk. Hè. Maar nu bewijst hij toch dat hij die selecties en dat vertrouwen waard is. En wat er ook gebeurt, heeft een schitterend parcours afgelegd. Maar verdient sowieso, omwille van de prestaties, tot nog toe een medaille. Wat de kleur ook mogen worden. Cedric Taymans, dit wordt een geen score. Nee, maar de Japanse coach vraagt een molletje. Kan wel. Judo. Dus Cedric heeft het zeer, zeer zwaar tegen deze Japanner. Hij komt er op dit moment niet aan te pas. No. Taymans, u ziet het, met een Wasari en een Koka achter. Maar wie weet kan hij nog met een flits uithalen als hij niet zelf gaat. Maar hij draaide niet op zijn rug, maar hij was wel goed meegenomen. Dan zie je, Taymans kan ook snel indraaien. Het was wel na de maté. Maar hij ligt duidelijk onder. Dat wel, ja. Dit is, het zal zeer moeilijk worden om een oplossing te vinden. Een aanval te vinden die Nomura in gevaar kan brengen. En hier, zeker niet slecht gedaan, maar goed geanticipeerd door de Japanner. Maar we dachten met z'n allen dat hij de tweede ronde al niet zou overleven tegen de wereldkampioen. En daarna Trautman kon hij ook wel niet aan en hij deed het. Ja, en dus, hoe? Telkens ja, overtuigend. Met veel klasse, het is echt een klasbak veilig. Cedric heeft hem veilig nooit echt in zichzelf geloofd en nu begint dat er toch te komen, dat geloof. Hopelijk is hij nu vertrokken. En een Tomenage die dus een offerworp die de Japanner gemakkelijk blokkeert. En op zich is de Japanner ook niet zo indrukwekkend. Hè? Het is geen gespierde kerel. Een Judo voor de Japanner. Waarom weet ik niet. Ik weet het ook niet, maar wat Koka's betreft staat het in evenwicht, maar Taymans is nog altijd een Wasari achter. Maar nu gaat hij voor een Yuko. Ja. Dus ze hebben hem een beetje kwaad gemaakt. Wasari, Yuko, Koka. Taymans in serieuze moeilijkheden. Hij probeert wel, maar als we, en hier weer een beetje te traag ook, je ziet dat hij er zelf niet in geloofde hier. Als we voor de Japanse televisie zouden werken, zouden we zeggen Nomura mag dit niet meer verliezen. Ja. En dan haalt Taymans er een mooie beenveeg uit, Ippon. Waarom niet? Nomura valt toch ook een beetje stil, vind ik. Maar ja,
Hij moet nu niet te veel niet meer doen natuurlijk. Die Japanner die moet zijn jas nu goed steken, doet dat toch ook maar half. Anderhalve minuut nog. Kan Taymans nog heel even flitsen. En vooral geeft Nomura hem daar de kans toe. Nee. Maar hij redt zich goed. Het was een goed aangezette binnenwaartse haak van de Japanner, maar Cedric draait goed weg. Het was zeer gevaarlijk. Heel even kreeg hij toch Nomura uit evenwicht. Ja. Maar zonder dat dat een score oplevert. Zonder een echt gevaar ook. Oh, overgenomen. En de Japanner neemt de aanval van Taymans over. En vraagt dan aan de scheidsrechter of er een score voor gegeven wordt. Maar dat is niet het geval. En daar komt Cedric dan goed weg. Nog 30 seconden. Eén goede beweging volstaat. Maar niet van de Japaner. Dat is aan beide kanten, want Taymans gaat op de rug. En voor en verder zelf. Ja. Nomura maakt een einde aan de droom op het goud voor Taymans. Maar hij moet zich bewust zijn van het schitterende parcours dat hij heeft afgelegd tot nog toe. En daar de energie uit halen om zich op te laden voor het brons. Ja, een bronzen medaille voor Cedric zou gewoon echt fantastisch zijn. Dat is een topresultaat en dat moet hij proberen te halen hier. En gezien, nogmaals gezien, wat hij al gepresteerd heeft, verdient hij dat? Ja, zeker. Hij heeft geen gemakkelijke loting gehad. Hij heeft wellicht het zwaarste parcours afgelegd van alle judoka's in zijn categorie tot nog toe. Ja, ja, ja. Cedric Taymans. Maar dus niet in de finale straks. En dan gaan we na deze vertraging over naar de andere tatami. Voor de kamp. Finale van de herkansing in de open klasse bij de